LHBTI-emancipatie in Nederland van 1803 tot vandaag. Nou, dit ben ik. Dan kunt u even, ik heb een hele cv heeft u, heb ik voor u op een rijtje gezet. Kunt u ook vinden op LinkedIn. Voeg me vooral toe, hartstikke gezellig. We gaan naar 1803. Daar starten we. 9 maart 1803 was een memorabele dag. Want in Schiedam, op de Grote Markt, werd voor het laatst iemand ter dood gebracht vanwege zijn geaardheid. Het was de 53-jarige Jillis Bruggeman, een koopman, oorspronkelijk uit Rotterdam, is eind 1794 is hij naar Schiedam verhuisd. En ging al vanaf zijn 15e ook op een meer dan amicale manier om met mannen. En dat was natuurlijk ongehoord in die tijd. Hij heeft een beste meneer leren kennen, Scheurkogel. Dat is de naam waaronder wij die meneer kennen. Scheurkogel, die kwam uit Rotterdam, die woonde daar ook nog steeds. En zij hadden nogal wat onzedelijke handelingen met elkaar. En Scheurkogel, die dacht van, misschien kan ik hier nog wat aan verdienen ook. En die schreef chantagebrieven aan Jillis Bruggeman. Dat is al heel erg vervelend. Dat hebben heel veel Rijksdaalders verkocht. Tegenwoordig kopen we daar een paar biertjes voor die Rijksdaalders. Maar toen was dat echt heel veel geld. Heeft vele Rijksdaalders gekocht. Maar wat Jillis misschien niet had moeten doen, dat was die chantagebrieven aan zijn beste vriend laten zien. Een zekere Van der Hoop. We weten de voornaam beter. Van der Hoop, die dacht van, misschien kan ik hier nog wat aan verdienen. En die is naar het gerecht gestapt met die chantagebrieven. En die dacht er natuurlijk zelf ook goed mee weg te komen. Dat viel hem vies tegen. Vanwege chantage is hij veroordeeld tot geeseling en tot verbanning uit Nederland. Maar Jillis Bruggeman moest ook opkomen draven. En die moest een bekentenis afleggen natuurlijk. Die moest vertellen wat er gebeurd was. En dat deed hij zo gedetailleerd, dat die brieven, die bekentenis, die werd opgetekend. Maar die mocht niet bij andere processtukken worden bewaard. Want het was wel zo smerig wat er in die details allemaal stond. Allemaal vuile ontucht. En die werden in een aparte zak bewaard. En die zak die ziet u hier ook met die stukken. En Jillis Bruggeman zelf ook werd veroordeeld. Op 9 maart 1803 werd hij aan de galg vastgebonden op de Grote Markt in Schiedam. En net zo lang met de zweep geslagen totdat het begaf. Een gezellige opening zo, hè? Ja, dat dacht ik al. In 1848, we kennen hem allemaal waarschijnlijk wel, Koning Willem II. En ik ga jullie niet vertellen dat in 1848 artikel 1 gelijkheid in de grondwet kwam. Nee, wat heel erg leuk is om te weten, ook onze grondwet is gekomen vanwege chantage. Dat wist ik misschien nog niet. Want Koning Willem II, dus ik heb gisteravond heb ik deze toch maar meegenomen, want ik wou deze eigenlijk uitlaten, maar ik vond deze zo leuk. Ik heb gisteravond ook in Tilburg dit mogen vertellen. Moet je de Tilburgenaren eens horen als je het over hun Koning Willem II hebt. Dat ik hier sta is een wonder. Nee, koning Willem II die hield er ook relaties met mannen op na. Hij was biseksueel. Dat is onlangs veel duidelijker naar voren gekomen na de biografie van Jeroen van Zanten. Van de drie koningsbiografieën. En daar zijn een aantal van die situaties opgetekend. Want zo had hij met zijn eigen adjudant, toen was hij nog geen koning, toen was hij nog prins van Oranje, had hij een relatie met de adjudant Ernest du Chastel. En twee officieren die kwamen erachter en die wilden een bedrag, en dat was iets meer dan die Rijksdaalders van die arme Jillis Bruggeman, die wilden 63.000 gulden van de beste man hebben. Dat heeft hij betaald. Hij liet zich chanteren. Dat gebeurde vaker. Zo werden in 1837 werd hij in Den Haag gewelddadig overmeesterd door Belgen. Daar zijn we hier nog erg dankbaar voor, Remy. Dat komen ze straks over. Die dreigden hem met castratie en publicatie van de brieven die hij uitwisselde met zijn geliefde. Vanwege zijn onzedelijke levenswandel. En ook zij wilden geld zien en ook zij kregen weer hun geld. Tot in 1848 de groep rond Dirk Donker Curtius, een liberaal, is ook minister van Justitie geweest, Kamerlid geweest. Die stopte de affaire Janssen. En de affaire Janssen was ook zo'n affaire waarin het ging om een briefwisseling tussen Willem II en een van zijn minnaars. Die hebben hem in de doofpot gestopt, maar zeiden wel, als je geen handtekening zet onder die grondwet, dan maken wij alles openbaar. En zo geschiedde, wij hebben een grondwet. We gaan in één keer de 20e eeuw in.
1911. Op beeld ziet u minister Regoux, minister van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Rooms-Katholieken waren toen nog zeer conservatief. En hij voerde dan ook een wetsartikel in, een toevoeging aan het wetboek van strafrecht. En dat is artikel 248 bis. En in artikel 248 bis, daar staat de meerjarige die met een minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontuchtpleegd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar. Hij was ook nog zo'n man van hele lange zinnen. Wat hier eigenlijk gezegd wordt, je denkt als je het zo meteen ziet, dan denk je, oh, dat is eigenlijk heel goed, want de pedofilie wordt tegengegaan. Waar het niet dat de leeftijd waarop je meerderjarig werd, was in die tijd 21 jaar, maar voor heteroseksuele contacten was dat 16 jaar. Dus dit betekende eigenlijk dat je als jongen van 19 prima seks kon hebben met een meisje van 16, maar waren het dan toevallig twee jongens die dat met elkaar deden, dan ging een van de twee toch echt de bak in. Dus een discriminatoir wetsartikel. Daar werd ook op gereageerd in 1912 door Jacob Schoor, die het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité heeft opgericht. En dat was eigenlijk de eerste homo-emancipatieorganisatie ter wereld. In 1912. In 1940 werd de organisatie weer ontbonden toen onze vriendelijke oosterburen besloten om ons land binnen te vallen. Dat was het einde van de NWHK. Wie van u is wel eens in Amsterdam geweest? Ja, de Amsterdammers is de twee. Ja. Wie komen er? Ja, jij hebt er gewoond ook, weet ik toevallig. Ja. Op de Zeedijk heb je op de Zeedijk 63 zit een café. Café Het Mandje. Dat is heel lang geleden geopend, in 1927. In 1983 is het gesloten, maar een paar jaar geleden, is het weer in originele staat is dat weer geopend. En Het Mandje is geopend door mevrouw Bet van Beren, haar naam prijkt om te geven. En dit was eigenlijk de eerste kroeg in Nederland waar mannen mochten dansen. Mochten dansen. Ja, we gaan niet te ver. Ze mochten ermee dansen. Gordijntje dicht en dansen. Er stond ook een klein eltje achter de toog met een vlammetje in. En als het vlammetje aan was, dan was het onveilig. Zeg ik het goed? Zeg ik goed, hè? Dan was het onveilig, want het eltje staat in het Amsterdam Museum. En als het vlammetje dus brandde, dan wist je dat je niet te close moest zijn met die meneer met wie jij wilde dansen. Want dan was er een verrader in de zaal. Zo ging dat in die tijd. Goeie oude tijd. Ik ga een stukje weer naar voren, naar het jaar waarin de NWHK dus eigenlijk werd opgedoekt. En dat zijn de jaren 40-45. Dat zijn jaren waarin wij in deze tijd, 75 jaar na de bevrijding, uitgebreid bij stilstaan. Maar het is ook een tijd waarin niet alleen Joden en Roma en Sinti naar de concentratiekampen werden gestuurd. Zo kregen bijvoorbeeld ook communisten, die kregen een rode driehoek. Criminelen kregen een groene driehoek. En homoseksuelen, pedofielen en zoofielen kregen een roze driehoek. Dus dat was nog voor 3 categorieën. En die roze driehoek die is vaker erop gespeld, opgenaaid. En er zijn ontzettend veel homoseksuelen ook omgekomen in de concentratiekampen. En die roze driehoek is nu, dankzij de beweging waar ik straks wat meer over ga vertellen in de jaren 70, is de geuze symbool geworden. En een heel bekend symbool voor onze gemeenschap. Vlak na de oorlog, 1946, werd door Niek Engelsman en door Benno Bremselaar, u ziet ze hier allebei, Benno in het midden en Niek helemaal rechts, werd de Shakespeare Club opgericht. De Shakespeare Club kennen we tegenwoordig onder een andere naam. Want in 1949 werd het Cultureel en Ontspanningscentrum, het COC. En dat bestaat nog steeds, het COC, want anders zou je er geen voorzitter van zijn als het. En het COC is tegenwoordig de oudste LHBT-emancipatieorganisatie ter wereld. Dus die heeft dat stokje even overgenomen van Jacob Schoor. In 1948 werd er een baanbrekend onderzoek gepubliceerd. Men dacht vroeger wel, je bent homo of je bent hetero. Maar Alfred Kinsley, de wetenschapper,
die heeft toen de Kinsley Scale heeft die, ontwikkeld. En daarmee liet hij eigenlijk zien dat seksualiteit, seksuele geaardheid, een spectrum is. Want als je dus 0 de schaal van Kinsley scoort, dan ben je volledig heteroseksueel. Zowel romantisch als erotisch, helemaal heteroseksueel. Dan ben je een 6, dan ben je echt gewoon ben je helemaal homo, zeg maar. Maar 3, toen kwam biseksualiteit in één keer om de hoek kijken. En kwam men er dus achter dat geaardheid is niet zo zwart-wit als dat men dacht. Het onderzoek was gebaseerd op mannen in 1948. Het boek heet ook The Sexual Behavior in the Human Male. In 1953 kwam de vrouwelijke variant. En spoiler, eigenlijk precies hetzelfde. Die schaal is hetzelfde, werd alleen nog uitgebreid met een X. Want toen kwam ook aseksualiteit om de hoek kijken. De jaren 60. Benno Bremselaar, u ziet hem hier. Op Oudjaarsdag 1964 was hij in het VARA-programma Achter het Nieuws. En in Achter het Nieuws was hij de eerste persoon die op Nederlandse televisie voor zijn geaardheid uitkwam. Oudjaarsdag 1964. Veel mensen denken dat het Albert Mol was. Die zat in Een Groot Uur U. Maar dat was in 1969. Dat was een paar jaar later nog. Ook weer van trouwens het programma van de VARA, dus die hebben sowieso een primeur. Maar Benno Bremselaar was toch echt de eerste die op tv dat durfde te vertellen. En ik denk dat de meeste Nederlanders ook met diezelfde houding naar het beeldscherm zaten te kijken. 1968, een jaar waarin we het afgelopen jaar heel uitgebreid stil hebben gestaan bij homo-emancipatie. Maar dan vooral omdat toen op 28 juni 1968 de Stonewall-rellen uit zijn gebroken in New York. Wat wordt gezien als het begin van de homo-emancipatie. Maar in januari 1968 stond de FSWH gewoon hier in Nederland op het Binnenhof al te protesteren. Dus wederom waren wij de eerste. De Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit, er is nog eentje die echt bestaat. Dat is hier in Delft, de DWH heet die tegenwoordig. En de voorzitter van de FSWH, Joke Swiebel, later Europarlementariër geworden, is dit jaar geëerd met de Jos Brink Oeuvreprijs uit handen van minister van Engelshoven. 1971, Karel Polak, wederom een minister van Justitie, dit keer van de VVD, besloot om het verbod op voorbehoedsmiddelen af te schaffen. Nou, dat is toch wel heel erg prettig. Maar hij schrapte ook artikel 248 bis. Er waren zoveel protesten, het werd ook zo discriminatoire ervaren. Hij heeft het geschrapt. Vervolgens besloot hij dan ook maar wel om het COC geen rechtspersoonlijkheid te geven. Dus dat was dan wel weer een beetje jammer. Maar de eerste stap was gezet. We gaan een aantal jaar later, ik neem u even wat dichter mee bij huis. De rode flikkers. In de jaren 70 kwam de botten en de flikkerbeweging op. En dat was een beweging die wilde radicalere homo-emancipatie. Het ging allemaal veel te traag. We hadden artikel 248 bis al, maar we konden nog niet trouwen. We konden nog helemaal niks. We mochten niks. Dus er kwam een radicale beweging. En de rode flikkers die kwamen uit Nijmegen. In 1976 werd ook Café de Plak opgericht in Nijmegen. Het eerste homocafé van Nijmegen bestaat tegenwoordig nog steeds. Het is iets minder homo, maar nog steeds hangt altijd de regenboogvlag uit. Maar dat was dus het eerste homocafé in Nijmegen, waar dus echt feestjes werden gegeven, et cetera. Een jaar na de opening van de Plak, toen hadden we deze mevrouw, Anita Bryant. En als je denkt Anita Bryant, dan een leuke vrouw, spontaan. Maar ook een ontzettend grote anti-homo-activiste. Ze was een zangeres uit Florida. En zong daarover, sprak erover. Maar ze had ook heel veel fans. Dus ze had enorm veel impact. En toen in 1977 was dat eigenlijk de aanleiding voor de eerste Gay Pride. Het heet eerst Gay Pride, maar later werd het Roze Zaterdag. Dus als mensen denken dat de Pride in Amsterdam de Nederlandse Pride is, dat is niet zo. Dat is de Roze Zaterdag. Op 8 oktober 1977 werd er een concert, een benefietconcert, georganiseerd in het Concertgebouw in Amsterdam.
En dat heette de Miami Nightmare. En dat is natuurlijk niemand minder dan Anita Bryant zelf, want die kwam uit Miami, Florida. Hier op de foto ziet u, wellicht bekend tussen de zangeres zonder naam, Amerische Vaas, Sylvia Deleur, Pia Beck, Manfred Langer van de IT, daar in het midden, daar ga ik zo meteen nog wat over vertellen. Henk Krol, inmiddels kennen we hem als een oolijk dansend Tweede Kamerlid. En helemaal rechts Robert Long, de zanger die vooral ook zong over religie en homoseksualiteit, protestliederen. Dus ook een grote voorvechter voor homorechten. Ik heb dat boekje al nodig, joh. Ik ben al veel verder. En in 1977 werd dus, vanaf 1977 ontstond dus een jaarlijks terugkerend evenement. En dat werd de Roze Zaterdag. De eerste 3 jaar werd het echt in Amsterdam gehouden. En daarna is het begonnen in Den Bosch. En vervolgens ging het helemaal, ieder jaar is het in een andere stad. En ik heb voor jullie, hij is 4 keer in Gelderland geweest. En die heb ik even op een rijtje gezet. Allereerst in 1984 was die in Nijmegen. En het thema was toen internationale solidariteit. Prachtig thema. In 1999 was die in Arnhem. En toen was het buitengewoon divers. Toen in 2005, wederom in Nijmegen na heel wat jaren. Crossover was toen het thema. En nu kwam de stad waar ik mij het meest over verbaasde. Het is niet Beuningen, dat is ook geen stad. Maar wel Tiel. 2008 was hij in Tiel. Met als slogan, ook jij bent welkom. Als ze dan ook nog zo'n goede busverbinding hebben, dan voelde ik me helemaal welkom. Maar goed, dat is een ander verhaal. In de jaren 80, dus nadat die Roze Zaterdag zo opkwam, toen kwam ook het nachtleven veel meer op. De Roxy, de IT in Amsterdam. Dan waren er toch wel clubs waar Grace Jones en Boy George, Eddie Murphy, die kwamen daar gewoon voor naar Amsterdam toe. Kun je je bijna lang niet meer voorstellen. Maar ook op de Amstel kwam op de reguliere dwarsstraat. Het was echt, de homohoreca werd steeds zichtbaarder in het straatbeeld. Eerst in Amsterdam, al heel veel, later ook snel door de rest van het land. Maar de jaren 80, behalve dat het een bruisende tijd was, had het ook een enorme zwarte zijde. Want er kwam een mysterieuze ziekte. Het straatbeeld. HIV, AIDS, kennen we nu nog. Heel veel mensen werden ziek. Niemand wist in het begin waaraan, maar dat je dood ging, dat was zeker. Een enorme terugslag voor de homo-emancipatie in Nederland. In 1992 was het voor het eerst dat er op de Nederlandse televisie live een AIDS-patiënt verscheen, René Klein, zanger, in De Schreeuw van de Leeuw, programma van Paul de Leeuw, waarmee hij ook samen een duet heeft gezongen en niet veel later overleed René Klein ook. Dus een enorme heftig moment voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland. Maar we maakten ook weer een stap vooruit. In 1993 werd de Algemene Wet Gelijke Behandeling waarmee de rechtspositie van homo's, lesbies en biseksuelen, dat de discriminatie daarop, het gewoon juridisch, werd het zo goed ingedekt, daar kon je voor veroordeeld worden. De AWGB, we waren daar wederom, toch al trots weer, het eerste land mee die dat hadden, want pas andere landen kwamen met soortgelijke wetten in 1997. En in 1996 was daar dan de eerste Pride in Amsterdam. Erik, sta je ertussen? Had je wel goed gestaan, denk ik. Ja, die bruid dan, bedoel ik. Dit was een van de boten tijdens die allereerste Pride in Amsterdam over de Prinsengracht. 45 boten voeren toen mee. 20.000 mensen langs de kant. Wauw, wat een drukte. Afgelopen jaar 80 boten en 700.000 mensen. Het is iets groter geworden. Maar desalniettemin een fantastisch evenement waar heel veel over wordt gezegd. Hè? Het is te commercieel geworden, mag je zeggen, maar hou wel in je achterhoofd. Dit is georganiseerd vanuit de Amsterdamse homohoreca als een dankjewel voor de stad dat zij er mogen zijn. Dus het is redelijk commercieel opgezet vanaf het begin al. Niet veel later kregen we een staatssecretaris, wiens naam we volgens mij allemaal kennen, dat is Job Cohen.
staatssecretaris, wist het mogelijk te maken, wist de wet er doorheen te krijgen dat het, we noemen het homohuwelijk, maar het is eigenlijk de openstelling van het huwelijk voor paren van het gelijk geslacht. Dus mannen konden met mannen trouwen, vrouwen konden dat ook met vrouwen. En niet veel later, een paar jaar later, op 1 april 2001, in de Amsterdamse Stopera, werd dan even na middernacht het allereerste huwelijk gesloten tussen 3 mannelijke paren en 1 vrouwelijk paar door burgemeester Job Cohen. Hij was inmiddels burgemeester van Amsterdam, hij had de wet mogelijk gemaakt en hij mocht ook dat eerste huwelijk sluiten. Ik denk dat hij daar erg tevreden mee was. Ik loop al straks richting mijn einde. Nou, u bent zo ook aan de beurt, Astrid. Dus ik maak even een grote sprong naar voren. Ik ga naar 2016. Want op 22 november 2016 was de koning. En voor de link zegt hij nou dat de koning homoseksueel is. We hebben al 1 koning die biseksueel is. Nee, dat ga ik echt niet zeggen. Nee, geen zorgen. Hij staat daar in het midden. En hij staat daar als eerste zittende staatshoofd ter wereld die een LHBTI-organisatie bezoekt tijdens zijn ambt. Onze koning. En om hem heen staan veel verschillende mensen. We zien rechts van de koning, 2 rechts, daar staat Vera Bergkamp, oud-voorzitter van COC Nederland, nu Kamerlid voor D66. Ja, we zien er heel veel mensen van het ministerie tussen staan, verschillende LHBTI-bewegingen, allemaal samen. En de koning heeft een uur de tijd uitgetrokken om met ze in gesprek te gaan over LHBTI. Dit jaar werd de uitbreiding van de AWGB door de beide kamers geloodst. En vanaf 1 november van dit jaar is die ook in werking getreden. En dat betekent dat niet alleen homo's, biseksuelen en lesbiennes goed zijn juridisch, zijn vertegenwoordigd, hoe zeg je dat, ingedekt, sorry, in de AWGB. Maar dat ook transgender en intersexe personen dat hebben. Wij waren uit de top 10 gevallen van landen in Europa waar het beste voor elkaar was qua homo-emancipatie, LHBTI-rechten. We stonden op 12, we waren ingehaald door Zweden, Malta, België. Die krijg je terug. Maar inmiddels, deze wet heeft er wel voor gezorgd, we staan nu weer op de 10e plek. We zijn weer in die top 10. En dan eindig ik vandaag. 14 december 2019, hier in Ewijk, in Nederland. Er is nog werk te doen. Daar gaat Astrid zo wat over vertellen, dus ik ga het heel kort houden. Homoseksualiteit is nog strafbaar in 70 landen, meer dan 70 landen. Adoptie door LHBTI-echtparen, lastig verhaal. Meer ouderschap, ook een lastig verhaal. Bloeddonatie, nou ja, ik zei het al, lastig verhaal. Hetzelfde geldt voor hate crimes, dat gebeurt nog. En problemen ermee. Ik weet niet of je hate crimes gaat aanstippen. Anders, ja, top. Discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. En de situatie wordt lang niet altijd even beter. Gelderland, ik eindig met onze provincie. 1 op de 3, bijna 1 op de 3 van de LHBTI's voelt zich niet veilig thuis, op werk of op school. En dat is mede waarom ik vind dat deze dag er moest komen. Dank jullie wel voor jullie tijd.